Hockey international Jonas de Geus vertrekt deze zomer bij de Almeerse hockeyclub omdat hij toe is aan een nieuwe stap in zijn carrière. Er is een hoop belangstelling voor hem, maar de 21-jarige Almeerder weet op dit moment nog niet bij welke club hij volgend jaar actief zal zijn. Okay, ik voelde voor mezelf dat ik toe was aan een nieuwe stap. Ik heb mijn hele leven bij Almere gespeeld en hartstikke mooie dingen beleefd en het altijd naar mijn zin gehad. Alleen ik begon steeds meer het gevoel te krijgen dat ik toch nog op een iets hoger niveau uitgedaagd moest worden. En ook andere wedstrijden wilde spelen, play-offs, dat soort dingen, EHL. We hebben het inderdaad vroeg stadium besloten om ook een stukje rust te geven aan de club en aan het team. Want we kunnen het natuurlijk wel gebruiken dat alle neuzen van dezelfde kant op staan in deze fase. Ja, want ook Terrence Peters gaat natuurlijk vertrekken. Hebben jullie enigszins overleg gehad dat jullie zoiets hadden van ja, laten we het op elkaar afstemmen? Nee, niet op elkaar afstemmen. Maar natuurlijk, we praten wel. We zien elkaar vaak genoeg, ook met Oranje. Dus we hebben het er natuurlijk over en we houden elkaar op de hoogte. Maar het is niet dat we de een volgt de ander, zeg maar. We hebben het eigenlijk los van elkaar besloten en we hebben elkaar wel op de hoogte gehouden. En ja, natuurlijk, als een van ons weggaat, verandert dat de situatie voor de ander ook. Maar we hebben dat niet in samenspraak gedaan of zo. Nee. En was er veel belangstelling voor jouw persoon? Waarschijnlijk wel. Ja, er is zeker wel belangstelling. Wat dat betreft zat ik in een goede positie, had ik niks te klagen. Dus dat is wel fijn natuurlijk. Je hebt zelf nog niet een idee welke club het gaat worden? Nee, helaas. Nee, ja, ik ben nog een keuze voor mezelf aan het maken. En dat ga ik gewoon rustig doen. En als ik het weet, dan weet ik het. En dan zullen jullie het denk ik ook snel weten. En waar hangt het nog vanaf? Wat zijn voor jou zelf belangrijke dingen die meespelen bij een afweging voor welke club je gaat kiezen? Dat zijn natuurlijk verschillende aspecten. Je kijkt natuurlijk naar wat voor spelersgroep er nu staat, wat voor coachingstaf staat erop. Waar kan ik eigenlijk op dit moment het meeste leren? Want dat is voor mij natuurlijk het doel om de komende jaren gewoon alles uit mezelf te halen. Ook richting Oranje, richting spelen. Daar kijk ik gewoon naar. Dat overweeg ik van waar heb ik het gevoel dat ik het beste mezelf kan ontwikkelen. Is er een club op dit moment die de beste papieren heeft? Nee, dat denk ik niet. Nee, het is op dit moment. Nee, weet ik nog niet. Inkoppertje zou natuurlijk zijn dat je ook naar Kampong gaat. Is dat een van de belangstellenden in ieder geval? Ja, dat is wel een van de belangstellenden. Maar dat is misschien voor de buitenwereld logisch omdat Ter daar naartoe gaat. Maar wat ik ook zei al in het besluit om weg te gaan, hebben we ook niet met elkaar gedaan. En zeker ook niet welke club. Wat dat betreft staan we gewoon los van elkaar. Het zal waarschijnlijk net als Terrence Peters zijn, die zei dat ook al van dat je hier gaat vertrekken. Als je gaat vertrekken met pijn in je hart, hè? Ja, tuurlijk. Ik bedoel, ik speel hier sinds ik 5 ben. Mijn beste vrienden ook hier allemaal. Ik ken iedereen op de club. En wat ik net ook al zei, ik heb gewoon altijd een goed gevoel bij Almere gehad. En wat dat betreft was het überhaupt al een moeilijke beslissing om weg te gaan. En dat zou zeker wel heel gek aangaan voelen volgens mij.